Leuk dat je weer kijkt. Tijd voor een nieuwe vlogserie, hoop ik. Miniserie. We zien het wel. Maar we zijn in Disneyland Parijs. En bij we bedoel ik mezelf. Maar ook Jaja. Nou, nu gaan we eerst nog even wat doms doen, denk ik. Nieuwe schoenen gekocht. Vorige week. Ik heb ze nog niet aangehad. Dus laten we die eens gaan inlopen in Disney. We zijn binnen! Jee, we beginnen vandaag lekker in de studio's. Onze wachttijden, die zijn een lachertje. Het is nu 12:30, denk ik. Zoiets? Ja. En de wachttijd bij Flight Force is 5 minuten. Dus, hè? Kunnen we er hier even tegenaan en dan lekker door vanavond in het andere park. Hallo Spider-Man! Hi! Sorry? Have you guys seen any other superheroes around today? Not yet! Yeah, I'm the first? Yes. Yeah! Awesome, who's your favorite? That's a big question. You of course! Double whammy. Awesome. Have you guys seen me with the spider bomb mission yet? Just yet. I'm still feeling the arms. Who got the most? I won. You need some more training? Yeah. I need some more training. Awesome. You got this down for me? Awesome. So you want to join me over here? Yeah, we'll do some web training together. Yeah. Awesome. There's going to be one more on the floor, is that okay? Oh, yes. Put it like this here. And we're going to put one on the floor. Oh, you got any balance? Yes. You sure? Yes. I'm a dancer, I can do this. Oh, awesome. Voedsel. Moeten we er ook even in kiepen. Kan je wel één ding zeggen? De muffins zijn hier niet aan te raden. Oké, goed om te weten. Gort en gort droge cakejes. Oh. Het ziet er zo leuk uit. Ja, daar ben ik geweest, Flovie, het café. Maar die is heel lekker. De Croque McQueen. So cute! Hammetje. Lavash kiri, maar hij zit vastgeplakt. Misschien gewoon op het werk ook eens doen. Tot eens met lavash kidding maken. Oeh, macarons. Ik heb Pascal. Ja. Maar alleen maar leuke attractiedingetjes. Hopelijk hebben ze ook allemaal de bijpassende beelden. Dan ga ik arm weg, denk ik. Kijk nou, leuke
eerste wat we gaan doen hier in het Disneyland Park is een bezoekje brengen aan mijn favoriete winkel. Vast even kijken wat ik mee ga nemen. Dank u. Even kijken. Kijk, die is leuk. Die heb ik al. Die heb ik ook al. Mickey op spaartje, die heb ik ook al. Die Stitch is ook leuk met die eentjes. Wil je nog een kaars? Oh, dat is die van. Encanto. Ja. Ja. Tot nu toe zie ik degene die ik wil hebben nog niet. Die. Ook geinig. Ook geinig. Te veel leuke dingen hier. Laten we de ingang eens gaan zoeken. Andere kant. Oké. Het is niet een keer. Dank u. Het is uitgestorven. Het is echt uitgestorven. Dinner has been served. We hebben lasagnetjes. Tropico en lekker kruidenbroodje. En plastic bestek. In de plaats van die vieze, gore, houten dingen. Ik heb er trauma's van. Maar dit gaat lukken. Nou, smakelijk! Eet smakelijk! Que partout la joie est chauve les cœurs de tous. Le grand soir est arrivé, c'est Noël.
Nou, het is weer lekker koud. Dat kun je zien, maar ze zijn er wel. Het is 9 uur. We zijn het park weer uitgegaan, want dat plein stond helemaal vol voor Disney Dreams. Dus die doen we morgen. En nu gaan we nog even lekker shoppen in Village. Yay! Oh, het is lekker rustig hier nog. Oh, deze collectie hebben we nog niet gezien, Mireille. Of deels? Deels wel. Die heb ik gezien. Dat was ook goed. Oh. Zou hier wel een prijs nu op staan? Lekker Nederlands. Dan is het gratis. Nou, ik begin een beetje een hard hoofd in die oren te krijgen eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oeh. Kosten ze? 8 euro. Dat valt nog mee. Ze zijn best stevig. Leuk. Als je iets ziet wat op kerstboomoren lijkt, zijn dat ze? Nee, toch? Denk het niet. Wel de Star Wars kerstoren. Die hebben we nog niet gezien. Nou Mira, ik denk dat je deze ook al past. Ja, ik vind je meer een bellenjurk. Die staat je beter. Ja, dat is hem. Dat is hem. Ik zou hem aantrekken voor het diner met het werk. Oh, het is maar 70 euro. Ja, even een leuk grijsje. Ja, joh. Oh, ze heeft tegenwoordig ook een collectie van de draak. Geinig. Oh. Die hele attractiecollectie is wel echt fantastisch hoor. Alleen jammer dat sommige dingen niet de volwassen maat hebben. Maar Mireille, wil je graag je eigen It's a Small World bouwen? Het kan gewoon. Oké, ik vind het wel heel leuk. Hij is echt leuk. Wat kost dat ding? 50 euro. Oh. Ik zag die blokjes zelf wel. Oh ja, die Dooney en Burke. Oh, oh. Oh. Het is wel echt heel leuk. Dat is ook te... 26 euro. Oeh. Oh, een kaarsje. Oh, deze ruikt ook lekker. Oeps. Ja, dank u, dank u. Ik vind hem wel leuk. Hij is ook leuk. Een lekkere lolly. Ook deze vond ik ook echt heel leuk. Een stukje krant. 6 euro. Nou, koop je. Deze vind ik ook echt heel leuk.
Red. Kost Red €25. Leuk. Hier rijden. Zoek je nog een leuke pet? Ah. Het is dat Raymond er momenteel geen meer nodig heeft. Want, maar de kerst komt eraan. Nou, nee. Zal die enig vinden. Wordt zeer gewaardeerd, denk ik. Oh, nou zou ik deze dan voor Zero meenemen? Hier, hou me eens vast, Mireille. Ja, die zal Zero vast leuk vinden. Kost dat ding? €150. Oeh. Oh, dat is ook leuk. Een t-shirt voor Zero. Hier rij je. Een t-shirt voor Zero. Dat is toch schattig. Heb een jas nodig? Ja, meneer heeft het koud. Dit keer geen hotelletje geboekt. We zitten lekker in Village Nature Paris. Net alvast even de spullen in het huisje gegooid. Je mag nog even voor de deur staan. Maar de auto nu weer geparkeerd. En dat is onze vierpersoons villa. Die echt heel lekker warm was net. Heerlijk. Iemand had het kacheltje aangezet. Nou, doen we net even of we in Amerika zijn. Geluidjes, bijna hetzelfde. Maar welkom in ons nederige stulpje. Laten we gelijk even een roomtoertje doen. Ja, leuk. Leuk. Wat gezellig, die veertjes. Oh, leuk personetje ook. Nou, mocht je nog plannen hebben om een baby te maken, dan kan dat. Weer een kast met een stofzuiger. En schoonmaakdingetjes. Ja, je kan het maar nodig hebben. Nou, zo is het. Even kijken hoor. Even een knopje. Ja. Slaapkamertje 2. Spulletjes neergegooid. Nou, badkamer 1. Dat klinkt toch al luxe? Met een lekkere douche. Oh, daar is het ook warm. Ja. De kapstokjes. Badkamer nummer 2. Met een badje erin. Wel vrolijke kleurtjes allemaal. En dan de woonkamer. Kun je op een paddenstoel gaan zitten. De keuken. Dan kunnen we lekker boterhammetjes roosteren. Koffietjes zetten. Nou, hier zit ook... We waren al bang dat ze geen goede mokken hadden, maar ze hebben gewoon grote mokken. Wijnglaasjes. Hele kleine kopjes. Oh, ik weet hoe die magnetron werkt. Jill? Die heeft thuis ook. Mooi. Nou. Yoghurtjes. Nou, leuk kookeilandje. Deze in ieder geval met de kraan. Steklaadje. Afvalbakje. Pannen is ook wel prettig. Nou, een kinderstoel. Mochten we nog
iets willen bakken, dan kan dat, want we hebben een deegroller. Nou, ik vind het helemaal leuk hier. Wat hebben we buiten? Oh ja, buiten hebben we lekkere lichtstoelen. En bosjes kijken we op uit, of je het goed kan zien. Een tafel. Dus, nee, is helemaal prima dit. Hier kunnen wij best 3 nachtjes vertoeven. Wacht even daar, Mireille. Ik heb nog wat. Even mijn tasje pakken. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij kerst aan gaan doen. Hier. En geen kerstboom bij hebben. Dat dacht ik. Kijk, gewoon een Disney kerstboom en hoppa! Mike. Ja, gezellig hè? Ik denk dat moeten we meenemen. Ja, dat klopt. Nou, ook nog een moment of truth, want ik heb het vandaag gewoon volgehouden. Oh, zo, dat is lekker. Ik heb geen pijn aan de voetjes, maar je voelt wel... Dat je gelopen hebt en dat ze nieuw waren. Oh. Nou, Mireille. Proost. Proost. Lekker hoor.